Het Brabantse Steenbergen staat weer lekker op de kaart. Dit keer niet vanwege de vluchtelingen, maar door D66-wethouder Vincent van den Bos. Deze week kon iedereen op YouTube meegenieten over hoe de wethouder uit zijn plaat ging toen hij gefilmd werd door een lokale vlogger. Zoals wij dat noemen, een niet zo handig mediaoptreden. Hallo meneer van den Bos, leuk dat ik u nog zo laat op de avond tref. Ik kreeg geen toestemming om te filmen, dan weet je dat. Hoezo? Nou, je wilt ook dat ik jou bel, hè? Als je zelf zonder toestemming allerlei manipulaties met filmpjes uithaalt. Je was vroeger een hele leuke dorpsgek, maar nu ga je een beetje, ja, je mag zo doorgaan. Wat een situatie, hè, met de wethouder? Dat kunnen we wel stellen, ja. Wat voor filmpje probeerde je te maken met meneer Van den Bos? Ik wou de avond van de AZC weergeven en dat wou ik aan meneer Van den Bos vragen. Als je dit publiceert, dan krijg je nog een waarschuwing. Zou een maar dan gaan we gewoon tegen jou een rechtszaak aan. Zou u een beetje van mij vandaan willen blijven, meneer Van den Bos? Je gaat het gewoon weg. Hey, zo doe ik erop, man. Je hebt irritant gedaan. Dat kan bijna niet anders. Nee, ik heb niet irritant gedaan. Ik heb gewoon netjes de man een vraag gesteld. Ik doe nooit irritant. Vladimir, je was een leuke dorpsgek. Maar dat is nou een beetje over. Nou, ik vind dit nogal intimiderend wat u doet, meneer Van den Bos. Jij bent zelf nogal intimiderend bezig. Hè? Maar goed, ik snap dat je een paar hersencellen niet... Schaamt u zich nu een beetje dan voor Steenbergen? Ja, inderdaad. Eigenlijk een beetje heel erg. Wij staan aardig voor lul zo, ja. Dus de laatste weken heb ik dat gevoel al vaker van... Oh jee, ik schaam me dat ik in Steenbergen woon. Dat is toch niet normaal? Dan heb je een beeld dat hier alleen maar mensen wonen die niet zo slim zijn. Hoe kijkt de normale man uit Steenbergen dan nu tegen de wethouder aan? Ja, dat job moet onderen. Zulke dingen moet niet doen. Ik doe helemaal niks. Ik lok helemaal niks uit. Dit is uitlokken. En u kan doen wat u wil. En dit is uitlokken, Vlaar. Maar ik zal u vertellen. Heb jij werk trouwens? Vincent, deze vingerjongen is voor jou. Laten we het bij.